Hallo allemaal, vandaag is de dag van de handtas. De handtas, dat is een dingetje. Mijn vrouw heeft gewoon een kast vol handtassen. En dan zijn we in de stad of ergens in het buitenland en hij ziet zijn handtasje. Die is leuk. Ik zeg, heb je er nog niet genoeg? Nee, deze heb ik nog niet. Ja, andere vrouwen hebben dat met schoenen, maar mijn vrouw heeft dat met handtasjes. Maar ik heb dus genoeg voorbeelden. Laten we eens verschillende handtassen tekenen. Doe je mee? Ja, de handtas. Hoe teken je nou een handtas? Ja, ik heb wel gezien dat in de afgelopen jaren is er veel veranderd. Vroeger had je vrij kleine handtasjes. En tegenwoordig is het gewoon een mode om best wel een flinke tas bij je te hebben. Bijna zelfs een dokterstas zoals die vroeger, had. Nou goed, een handtas. Ja. Nou, in ieder geval zit er een flink hengsel aan. Ja, want dat moet over je schouder kunnen, zo'n handtas. Zo. Schoudertas kan je dan ook zeggen natuurlijk. Maar nee, we hebben het over een handtas. Ja. En dan heb je natuurlijk allerlei verschillende soorten daarin. Nou, merknaampje erop, want dat merkje is, het merkje is natuurlijk ook altijd belangrijk. Ja, en dan een labeltje eraan. En hier zit dan weer een inham waar die ritssluiting dan in zit. Sommigen hebben zelfs nog een look van dat er nog een biesje op de zijkant zitten zo. Om dat hengsel weer te verstevigen. En ja, in allerlei kleuren natuurlijk, hè, die handtassen. Goed. Nou, dit is een handtas. Een idee van een handtas. Zo. Ik vind het best wel leuk geworden. Ja, handtas. Verschillende modellen, zoals ik al zei. Je hebt ze ook zelfs in de vorm van een radio. Of juist een heel klein handtasje. Zo. En dan zit er ook nog een patroontje soms op. Zo. Zo. Eigenlijk kan er dan net een portemonnee in. En en bijvoorbeeld een telefoon. Al zit de telefoon tegenwoordig bijna altijd in de kontzak. Nou, je kan het zo gek bedenken als je wil. Ja, en als je dan zo'n bling-bling-achtige handtas hebt, dan hoort hier natuurlijk een kettingtje aan te zitten. Hè? Dus dan hebben we hier een sluitingtje en dan hebben we een kettingtje. Zo. Deze gaat niet over de schouder, hè? Die heb je gewoon in je hand of aan je pols hangen. Zo. Een kettingje eraan. Ja, zelf is een ontwerp zelfs misschien een ludieke handtas. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.